Een band met België, West-Vlaanderen. Wie West-Vlaanderen zegt, denkt in de eerste plaats aan badplaatsen met grote boulevards, de onmetelijkheid van uitgestrekte stranden en dan weer de knusse beslotenheid van de gehuurde strandstoelen. Tussen deze twee uitersten ligt een land met een rijke historie die gekenmerkt wordt door prachtige kastelen, mooie plaatsen met statige belforts en niet te vergeten indrukwekkende kerken en kathedralen. We nemen u mee op een ontdekkingstocht door dit mooie land waar het roemruchte verleden in al zijn aspecten in ere wordt gehouden. Guldensporenslag, Wereldoorlog 1 en 2, het zijn gebeurtenissen die een onuitwisbare plaats hebben gekregen in de Europese geschiedenis. Onze eerste tocht in het zogenoemde Houtland begint in Jabbeke en gaat via een mooie omweg naar Torhout. Permeke was een bekende Vlaamse kunstenaar die de pachters van de adellijke boerderijen schilderde naar de werkelijkheid. In Jabbeke kruist in de tuinen van het museum ons pad het beeldenspoor van Johan Tahon. In het kleine Loppem vinden we op een steenworp afstand van de drukke E40 een oase van rust en ontdekken we ons eerste kasteel uit circa 1870. Hier werd door koning Albert I geschiedenis geschreven toen hij er vlak na de Eerste Wereldoorlog de zogenoemde regering van Loppem formeerde. In het fraaie neogotische kasteel, gelegen in een prachtig park, was destijds ook Guido Gezelle kind aan huis. Binnen zijn mooie 15e en 16e eeuwse beeldhouwwerken uit de zuidelijke Nederlanden en Duitsland te bewonderen. Een andere bezienswaardigheid in Loppem is de priorij van Onze Lieve Vrouwe van Bethanië. Kortom, Loppem is een dorp waar historie, rust en ruimte hun eigen plaats hebben verworven. Oostkamp heeft zijn eigen kastelenroute en voert ons onder andere naar kasteel Gruuthuizen. Een naam die we later op onze ontdekkingstocht door Brugge weer zullen tegenkomen. En dan weer een oase van rust. Wat zou er achter dit traliewerk verborgen zijn? Wel, zomaar een kapelletje. Mooi toch? Zoals in zoveel Vlaamse plaatsen speelt ook in Oostkamp het dagelijks leven zich af tussen een monumentaal stadhuis en een fraai gestileerde kerk. En wat te denken van dit? We zijn in het vriendelijke Oedelum, waar vroeger veel stenen en tegels werden gebakken die vooral in Brugge een groot afzetgebied vonden. Sinds 1967 zijn de steenbakkerijen verdwenen, de gezelligheid is gebleven. Een bijzonder schilderachtig kasteel is Peksteen in Ruddervoorde. Het belfort van het mooie Tielt is een herinnering aan de vroegere lakenhal en roept de sfeer op van een middeleeuws verleden. Typerend is het verhaal van Olivier den Duivel, die dankzij Lodewijk de 11e, de spinnenkoning, eerste barbier van het land werd. Maar wie hoog stijgt, kan diep vallen. Een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is terug te vinden in de Stanislaspoort, waar een plaquette herinnert aan de 1e Poolse Panzerdivisie uit 1942. Opmerkelijk is de 62 meter hoge achthoekige spitse toren van de herhaaldelijk gerestaureerde gotische Sint-Pieterskerk. Een derde bouwstijl die we tegenkomen is die van het fraaie stadhuis dat met belfort en kerk een mooie drie-eenheid vormt. Wie meer wil weten over de geschiedenis van Tielt door de eeuwen heen, kan goed terecht in het oorspronkelijk 13e eeuwse klooster Passantenhuis van de zusters Alexianen. Thans is er de toeristische dienst in gevestigd. Het meest opmerkelijke in Ingelmunster is de 18e eeuwse Sint-Amanduskerk met zijn mooie meubilair. Nog meer bekend zijn de 7 kapellen ter ere van Onze Lieve Vrouwe van de 7 Smarten op het kerkplein.
De geschiedenis van Harelbeek met zijn prachtige Belfort gaat terug tot de Karolingische tijd, circa 800. De 18e eeuwse Sint-Salvatorkerk is weliswaar een stuk jonger, maar niet minder indrukwekkend. Dit geldt ook voor het mooie interieur, waarvoor je even rustig de tijd moet nemen om het goed te bekijken. Is het stadhuis smaakvol? Dit geldt ook voor de Vlaamse pint met zijn mooie symfonische nasmaak. Fors is de ingang van het 30 hectare grote park, het Sterrenbos. Het ligt rondom het 16e eeuwse kasteel van Rumbeke en is een geliefd wandeldomein. Ondanks het feit dat het kasteel in de verbouwing was, kan je je toch goed voorstellen hoe het er na deze opknapbeurt uit gaat zien. Majestueus en indrukwekkend. Dit geldt zeker ook voor het prachtige uitzicht dat je vanaf het kasteel op de omgeving hebt. En dan de bloemenstad Roeselare, gelegen aan de Mambol. Is de entree met zijn kleine kapelletje verrassend, de overgang naar de markt met het grote Belfort is indrukwekkend. Ook hier weer de bekende drie-eenheid van kerk, Belfort en stadhuis, die, zoals in zoveel plaatsen, het fundament zijn voor een gezellig stadsleven. Het stadhuis met zijn ingetogen voornaamheid voelt zich al jarenlang op zijn plaats tussen de prachtige geveltjes die de gezellige markt omzomen en geregeld overspoeld worden door het carillonspel van de 18e eeuwse laatgotische Sint-Michielskerk, waar men zo'n 24 jaar aan heeft gebouwd. Roeselare is nauw verbonden met Guido Geselle, die in het Klein Seminarie, het voormalige Augustijnenklooster uit 1630, eerst studeerde en daarna leraar werd. Van geestelijk leven naar het dagelijks leven is in Lichtervelde een kleine stap. De gezelligheid ligt hier voor het oprapen, waar je ook kijkt. Geen wonder wanneer je zo'n ereplaats hebt gekregen voor het stadhuis. Aan de andere kant wordt het Marktplein begrensd door een stijlvolle kerk en gezellige kleine cafeetjes met blond schuim bier. Torhout, met zijn gerestaureerde 12e eeuwse Romaanse kerk, de Sint-Pieter-Banden, is een van de oudste plaatsen in deze streek en is altijd een belangrijk handelscentrum geweest. Tegenwoordig is de stad vooral bekend door het Torhoutse aardewerk in geel-groen, bruin en typisch blauw. In het barokke stadhuis van 1713 is in de archieven de geschiedenis van Torhout, die teruggaat tot aan de Merovingische tijd, terug te vinden. Torhout is ook bekend door het prachtige kasteel Wijnendalen. Het is een typische waterburcht die in 1085 door Robrecht de Vries werd gesticht en in 1811 door Napoleon werd afgebroken. Twee torentjes en de omgang herinneren nog aan de oorspronkelijke bouw. Veel graven van Vlaanderen brachten hier graag hun tijd door, waarbij Maria van Bourgondië de val van een paard niet overleefde. Op die plaats werd later een kapelletje gezet waar menige gelovigen dank brengt aan Onze Lieve Vrouwe van Wijnendalen. Een waardig slot van onze eerste kennismaking met dit stukje West-Vlaanderen. Onze tweede tocht begint in Kortrijk en gaat via Diksmuiden en Ieper naar de kust met als apotheose de mooie stad Brugge. Tussen de twee broeltorens van Kortrijk liggen drie eeuwen verschil. Aan de ene kant de 12e eeuwse kasteeltoren en daartegenover de 15e eeuwse verdedigingstoren. De uurslagers, manten en kallen bovenop het Belfort, een overblijfsel van de vroegere Lakenhal, kijken minzaam neer op het drukke stadsgewoel. Het beeld van Mercurius hoog op de torenspits toont aan dat Kortrijk een belangrijk handelscentrum is. De stad heeft in de oorlog veel geleden, maar is prachtig herbouwd en heeft de toerist nogal wat te bieden.
Opmerkelijk is het laatgotische renaissance stadhuis met op de voorgevel beelden van de graven van Vlaanderen. In de hal ga je bij de aanblik van deze ridderspoor meteen 700 jaar terug in de tijd en wel naar de slag bij Kortrijk, beter bekend als de Gulden Sporenslag. De opstand van de Vlaamse burgers tegen Franse overheersing en waarbij de Goedendag een belangrijke en beslissende rol speelde. Velen hebben een verkeerde voorstelling van het wapen, maar je kunt je goed voorstellen dat deze punten belangensteel bij menig veldslag een belangrijke rol speelden. De schepenzaal uit 1520 was rechtszaal. Onder het wakend oog van de leden van de oude kasselrij beslisten schout en schepenen over menig lot. De afbeeldingen op de gebrandschilderde ramen vertellen iets over de toenmalige Kortrijkse samenleving. De prachtige wandschilderingen moeten voor de rechters zeker een inspiratiebron zijn geweest om hun moeilijk ambacht op eerlijke wijze uit te oefenen. De entree in de oude raadzaal is ook overweldigend. Ook hier weer mooie gebrandschilderde ramen met de wapens van diverse gemeenten. Tussen gerechtigheid en vrede is keizer Karel het stralend middelpunt. Een bezoek aan het gemeentehuis van Kortrijk, een historische belevenis. De Sint Maartenskerk heeft zijn oorsprong in de 12e eeuw en is in de loop van de tijd enkele malen herbouwd. Het interieur met onder andere schilderijen van Rubens is van grote kunsthistorische waarde. Het Begijnhof neemt een markante plaats in Kortrijk en staat haaks op een drukke stadsgewoel. In het huis van de grote juffrouw is een museum ingericht waarin men alles over dit hofje te weten kan komen. Er wordt zeer veel zorg besteed aan het behoud van dit fraaie stadsmonument en tijdens ons bezoek werd met overgave en liefde voor het vak de Sint-Matthäuskapel uit 1464 gerestaureerd. Zo rondkijkend ontdek je vele fotogenieke plekjes en het verwennen van de toerist begint al bij bed en breakfast. Gelukkig voor de Begijntjes was de Onze Lieve Vrouwenkerk gemakkelijk te bereiken. In deze kerk was Guido Gazelle vele jaren kapelaan. Met een laatste blik op het Begijnhof en Sint Maartenskerk verlaten we Kortrijk en gaan naar Menen, waar in het Schippershof alles over de stad is te vinden. Hier is het smullige blazen. Vanuit onze goed gekozen positie kunnen we onze ogen op royale wijze de kost geven. Bij een lekker taartje hoort een lekker drankje. En ook hier is keuze te over. Hebt u nog een ogenblikje? Of ga je liever naar het Belfort? Of naar La Bécasse, het Franse woord voor, ja, uilskuik. Overal kun je aarden. Maar pas op voor een duivelsdrankje. Vroeger had Menen nog meer verlokkingen, maar de grenzen zijn nu vervaagd. De grote markt met zijn vele terrasjes wordt begrensd door het fraaie stadhuis uit 1782, met daarnaast het nimmer afgebouwde 33 meter hoge Belfort met zijn 49 klokken. Wel afgebouwd en minstens even robuust is de Sint-Vedastuskerk met zijn 15e eeuwse onderbouw. Waken, bespieden en weerstand bieden tot het uiterste. Dit was het treurige motto van de dodengang in Diksmuiden en waarmee de zinloosheid van de Eerste Wereldoorlog wordt samengevat. Vlamingen, zei Albert I in 1914, gedenk de slag der Gulden Sporen. Vele duizenden Vlaamse jongens meldden zich bij het leger en merkten al gauw dat heldenmoed duur betaald zou worden. Automatisch gebukt lopend in deze loopgraven, die met een snelheid van 6 meter per dag werden gegraven, kun je absoluut de stank niet meer voorstellen die er heerste in het complex van aarde, zandzakken, water en half begraven lijken. En dan de zinloosheid met Kerstmis, waar tijdens een korte wapenstilstand Vlamingen en Duitsers op enkele meters van elkaar hun zalig Kerstmis en vrolijke Weihnachten uitwisselden. In één woord, onvoorstelbaar.
Diksmuiden werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest, maar werd in stijl herbouwd. Een mooi voorbeeld is de Sint-Niklaaskerk die geheel werd gerestaureerd en na de brand van 1940 in 14e-eeuwse gotische stijl werd herbouwd. Het is een monument geworden dat symbool staat voor de kracht van de Westhoekers die in de Eerste als ook in de Tweede Wereldoorlog zo ontzettend hebben geleden. Al rondkijkend gaan je gedachten onwillekeurig terug naar de verschrikkingen van de oorlog die zo'n schril contrast vormen met deze entourage. Terug naar de dag van vandaag waarbij de Sint-Niklaaskerk onze zwerftocht door Diksmuiden begint. Is de kerk van binnen prachtig gerestaureerd? Datzelfde geldt voor de buitenkant die in het stadsbeeld vanzelfsprekend een dominante plaats inneemt. Op de Grote Markt zien Belfort en Sint-Niklaaskerk minzaam neer op het prachtige, geheel in stijl herbouwde stadhuis. Met enige moeite is te herkennen dat de restauratie van dit neogotische gebouw, waarin ook een folkloristisch museum is ondergebracht, in 1923 werd voltooid. Kerk, stadhuis en Belfort, ze staan symbool voor deze mooie stad. Aan de overzijde van de markt komt de voornaamheid van Diksmuiden goed in beeld, waarbij de ingang van de boterhallen je terugvoert naar de bedrijvigheid van lang vervlogen tijden. Waar je ook kijkt op dit centraal gelegen plein, het zijn beelden met een mooie historische uitstraling. De vismarkt is nu buiten bedrijf, maar dat was vroeger wel anders. Een ander rustpunt is het herbouwde Begijnhof dat geheel in 13e-eeuwse stijl is herbouwd. De leuke huisjes worden nu bewoond door volwassen personen met een mentale handicap. Opmerkelijk zijn de delsblauwe tegeltjes die herinneren aan Nederlandse hulp bij de wederopbouw. Kortom, het is een plaats in Diksmuiden waar rust het sleutelwoord is. De laatste herinnering aan de oorlogsverschrikkingen zijn de Pakspoort, de IJzertoren en de IJzerkrypte, waarvan deze tekst zo'n diepe symbolische betekenis heeft gekregen. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Het zijn deze letters die in het in deze toren gevestigde oorlogsmuseum pas echt betekenis krijgen. Sinds 1928 wordt in Ieper, ter ere van de bijna 55.000 vermiste soldaten, elke avond om 8 uur de last post geblazen. Het is een indrukwekkend gebeuren onder de machtige geweld van de Menenpoort, die de opvolger werd van de oude middeleeuwse poort. Op de Grote Markt, met zijn prachtig gerestaureerde gevels, Ieper lag na de oorlog geheel in puin, neemt de Belforttoren met lakenhal een dominante plaats in. Achter de miniatuurlakenhal ervaar je pas hoe imposant de werkelijke hal is. De bouw begon in circa 1260 en het geheel met zijn 123 meter lange front werd pas in 1304 voltooid. In de lakenhal is het Flanders Field Museum gevestigd met onder meer een indrukwekkende impressie van beide wereldoorlogen die deze Westhoek zo hebben geteisterd. Hopelijk zal deze wereldburger de verschrikkingen van gruwelijke oorlogen bespaard blijven. Teruggekeerd op de markt ervaar je weer het vakmanschap waarmee zowel het gerechtsgebouw als de prachtige gevels zijn gerestaureerd, met als architectonisch hoogtepunt de kasselrij, met in de gevel zo symbolisch de uitbeelding van de 7 hoofdzonden. Kijken maakt hongerig en we weten zeker dat een bezoek aan dit etablissement geen hoofdzonde is. Een bezoek aan Ieper, een overweldigende ervaring. Kennismaken met het idyllisch stadje Veurne is een bijzondere belevenis en het is dan ook niet verwonderlijk dat vele kunstenaars hier graag komen. Dit gold ook voor de Duitse dichter Rilke die in 1906 in de Nobele Rozen de nacht doorbracht.
De Grote Markt met zijn fraaie historische renaissance gebouwen is een waar museum. Een centrale plaats wordt ingenomen door het 17e eeuwse gerechtsgebouw, het zogenoemde landhuis, met daarachter het laatgotische belfort, bekroond door een barokke spits. Niet minder indrukwekkend is het vroeg 17e eeuwse dubbele stadhuis met zijn blauw stenen pui. Diverse jaartallen geven aan dat men er zo'n 16 jaar aan heeft gewerkt. Ook dit fraaie pand uit 1624 is een juweeltje. De andere kant van het Marktplein wordt begrensd door fraaie gevels waarbij de Sint-Nicolaaskerk en het Spaanse paviljoen uit de tijd van de Spaanse overheersing nadrukkelijk aanwezig zijn.